Hoi, ik uh, ben Mario Perton. Ik ben acteur, presentator, stemacteur, zanger en danser. Nou, en waar kan je me van kennen? Misschien herken je mijn stem al van verschillende stemmetjes die ik heb ingesproken voor uh, Studio 100 en voor Disney. Uh, maar ik heb ook in de serie uh, Het Huis Anubis gezeten, Slotmarsa Pijnstein en nu de nieuwe uh, serie Van Kabouter Plop, Plop en de Peppers. En misschien ken je me ook nog wel van de popgroep uh, Jamiro. Daar kan je me van kennen. Hoe combineer ik mijn diabetes met mijn drukke baan als acteur en presentator? Kijk, diabetes is natuurlijk helemaal niet ideaal. Wat voor werk je ook doet. Maar voor mij is het nog een tikje lastiger. Want mijn werkdagen zijn niet van 9 tot 5, maar die zijn ook wel eens een keer van 3 uur s'nachts tot 6 uur in de avond. Dan moet je eigenlijk voor jezelf gewoon een script gaan maken. Wat ik ook krijg om mijn teksten te leren. Maar ik maak ook altijd een diabetes script. Hoe laat moet ik ergens zijn? Waar heb ik de tijd voor om te gaan eten? Waar heb ik de tijd voor om mijn insuline te gaan geven en mijn bloedsuiker te, te meten? Dat moet je allemaal voor jezelf ja, gaan inplannen. En dat is elke dag weer opnieuw, opnieuw en opnieuw. Kijk, te combineren, het kan. Alles kan. Dat weet ik zeker. Alleen ja, de discipline die je erbij moet hebben, ja, dat moet je jezelf wel aanleren. En dat is voor de een wat makkelijker dan voor de ander. Maar ja, ik heb al diabetes vanaf mijn negende. En ik zit al een tijdje in dit wereldje van het acteren en presideren. Dus ik ben er wel een beetje zo ingerold van hoe ik mijn discipline met mijn diabetes, gecombineerd met mijn werk, moet gaan combineren.